En zelfs Bono, de held van mijn jeugd, komt in Paradise Papers voor. Zelfs Bono. Ja, het is Payday Bloody Payday. Voor Bono, de leadzanger van het geweldige U2, die een brievenbusmaatschappij heeft aan de Herengracht in Amsterdam. Dat is zijn manier om geen belasting te betalen, terwijl eigenlijk iedereen belasting zou moeten betalen. Daar zeg ik nee tegen, dat willen we niet langer. En dus breng ik vandaag bij het huis van Bono, hier in Dublin, de Nederlandse brievenbus terug. Bono, is dat you? No, it's his letterbox. It's from Amsterdam. Okay, so we're just returning the letterbox. Yeah, we can't accept it. Well, it's his, so okay. It's not a gift. Okay, fine. And sometimes you can make it on your own, sing Bono. Belastingpiraterij tegengaan kan alleen maar samen.